De liefdesperikelen tussen zangeres Emma Heesters en voetballer Wesley Hood houden de gemoederen al geruime tijd bezig. Het komt erop neer dat die gozer vaker op een andere griet lag dan de vaatwasser uitruimde en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Na wat druk van buitenaf besloot Emma om hem afgelopen maart te dumpen. Of toch niet? De Juice kanalen leveren nu al geruime tijd foto's en filmpjes die zouden bewijzen dat Emma en Wesley gewoon nog samen zijn. Die leggen bijvoorbeeld foto's vanaf dezelfde bestemming naast elkaar. Een beetje gek is het wel, omdat ze publiekelijk doet alsof ze hem bij het grofvuil heeft gezet. Emma haalt nu ook weer de headlines met een interview dat ze aan Grazia heeft gegeven. Hierin zegt ze happy single te zijn. Ik denk wel eens waarom is dat überhaupt zo belangrijk? Maar ik begrijp ergens ook wel dat mensen het willen weten, want ik vond het vroeger ook leuk om te lezen met wie bijvoorbeeld Jennifer Lopez aan het daten was. Wat een zelfoverschatting is die vergelijking, vindt sapsmijter Yvonne Koldewijer. You're not Jennifer Lopez-Babe. Het is meer dat we erover praten omdat je erover liegt en helemaal niet single bent, zegt ze op haar juicekanaal. Volgens Yvonne is die Emma gewoon één grote medialeugen. Emma Heesters en Wesley Hood kochten in juni nog samen een appartement van iets meer dan 1,1 miljoen. Met eigen geld. Staan samen als 50 op 50 eigenaar in het kadaster. Terwijl ze zogenaamd al een half jaar uit elkaar zijn. Ga je mij niet vertellen dat je single bent? Tranen van geluk.